beetje de voor en dan zo net dat raampje zo. Zo leuk. Dit is echt een binnenbak. Ja, dus mag gewoon even lekker los met een beetje humor. Ja. Je zomaar met Henny Huisman op een baal stro in een stal. Ja, het kan toch raar lopen in het leven, hè? Henny, waarom doe jij mee in deze film? Omdat ik het belangrijk vind. Het is niet met een vinger wijzend, maar gewoon belangrijk om te weten wat als je vlees eet, wat er dan eigenlijk allemaal aan de hand is. Dat is het. Daarom wil ik graag meewerken. Ja, mooi. Ja. En ik vond het belangrijk om jou te spreken, omdat je al 35 jaar vegetariër bent. Mm-hmm. Je weet hoe het is om het. Mensen ervaren nu wel eens weerstand als vegetariër willen worden. Maar in jouw tijd was dat nog iets heftiger. Ja, helemaal, ja. En ja. Ik vond het zo mooi wat je zei net in het gesprek. Als mensen nou aan jou vragen, doet u het uit principe of voor uw gezondheid? Wat vraag jij dan? Eet u nou uit principe vlees of doet u dat voor uw gezondheid? Ja. Als u het namelijk voor uw gezondheid doet, is dat behoorlijk stom. En als u uit principe vlees eet, is het nog stommer. Dus ik draai altijd de vraag om. Precies. Als het aan mij vragen, vraag ik het gewoon terug. Precies. Nou, dan mogen die. We hebben het al een paar keer genoemd: 800.000 vegetariërs in Nederland. Ja. 55% van de Nederlander is flexitariër, wil graag vegetariër worden. Nou, die mogen dit. Deze adviezen van deze oudgediende in de vegetariëtijd meenemen. Het gesprek met Henny is onderdeel van Vlees de Film. Een documentaire over de effecten van bio-industrie op milieu, op gezondheid en dierenwelzijn. En vooral ook de alternatieven ervan. Geen activistische film, geen aanval, geen vingerwijzen, maar een stukje bewustwording. En logisch verstand en nadenken. Mensen vanuit de branche, mensen die tegen de branche zijn, komen in beeld. En www.vleesdefilm.nl. Hij is het ermee eens. Hij is het ermee eens. Hij is het ermee eens. Het is een dier, hè? Het is een dier, ja.